Ik ben Mohamed Rai, ik ben 19 jaar en ik ben linksbuiten. Ik ben een linksbuiten die graag naar binnen komt, een rechterbeen kan schieten en ook varieert met buitenom. En ik ben best snel aan de bal, een snelle dribbel en meestal doeltreffend, maar niet elke wedstrijd helaas. Voor mij is het begin altijd belangrijk. Ik vind als ik het begin de eerste bal goed raak, dat ik lekker in de wedstrijd zit. En het was mijn tweede balcontact waarbij ik twee man voorbij ga en buitenkantje rechts net niet voor Geraldo komt. Dan ga je gelijk lekker in je vel zitten. Maar die acties had je daarna nog een paar keren waar je niet uit scoort en dat vind ik gewoon heel jammer. Met wat voor boodschap stuurt de trainer jou het veld in? Dat ik gewoon echt uit mijn taak moet spelen aan de linkerkant. Gewoon ook de linksback helpen. En gewoon rendement uit mijn spel halen en veel schieten op goal. Dat geeft hij mij elke training wel mee. Vorig jaar speel je in de A-competitie, de A1, en af en toe met de beloftes. Maar je merkt dat het gewoon een wereld van verschil is. Dat je sneller moet handelen, dat de tegenstanders sneller in je rug zitten. En je moet gewoon professioneler gaan spelen. Want als je zo kinderachtig als in de A1 gaat spelen, dan ga je niet redden in de Jupiler League. Ik wou het duel in de lucht gaan, maar ik raak hem met mijn elleboog op zijn neus en hij krijgt een bloedneus. Maar dat is gewoon voetbal, dat moet hij gewoon accepteren. Het is die hardheid die in de Jupiler League komt kijken. Ja, zeker. We zijn jonge jongens, komen net van de A1, maar we moeten niet laten zien dat we bang zijn. En ook gewoon af en toe een tikje uitdelen, want we moeten gewoon laten zien dat we willen winnen. En soms moet dat met een tikje. Het was echt een opluchting, vooral omdat je veel kansen krijgt. En een prachtige goal van Zanka. Dat komt bij ons ook een beetje los. Maar ik dacht bij de 1-1 dat we er overheen zouden gaan. Maar dat is er niet van gekomen helaas. Als je tegen titelkandidaat Sparta in Rotterdam 2-2 speelt en tegen Excelsior ook best een redelijk team, maar ook gelijk speelt. Dat is echt wel iets als jonge jongens. Dat je gewoon echt ervoor wil gaan en gewoon echt taakbewust voetbal. Na Sparta vorige week verwachten veel mensen van ons vandaag goed spel. Jammer niet zo druk Philips Stadion, maar ik denk dat wij goed hebben gevoetbald. Alleen we hadden het in een overwinning moeten uitdrukken. Ik denk dat ik meer rendement uit mijn spel had kunnen halen. Ik had denk ik 4-5 keer doorgebroken dat ik gewoon had kunnen scoren of een assist had kunnen geven. Daar heb ik niet altijd invloed op, maar ik had toch wel 1 of 2 goals kunnen maken. Wij zijn eigenlijk de toekomst en wij spelen gewoon profvoetbal. Dus ik adviseer iedereen om een kaartje te kopen en elke wedstrijd naar Jong PSV te komen.